science fiction film geregisseerd door Duncan Jones, ook wel bekend als de zoon van David Bowie, is net als het hoofdpersonage in het werk het resultaat van een optelsom. Bestaat Moon bij de gratie van alle films in hetzelfde subgenre die eraan vooraf zijn gegaan, hoofdpersonage Sam is niet één mens, maar vele, een clone. Dit heeft implicaties voor de authenticiteit van zowel het kunstwerk als de mens in het verhaal. Wat is echt, wat is onecht en hoe onechter, hoe beter? Of wat maakt het uit als het onecht maar net echt is? Allemaal thema's en Moon die naadloos aansluiten bij de menselijke conditie anno 2010. Immers, door de enorme technologische en culturele explosie op het gebied van audiovisuele media lijkt de mens verstrikt te zijn geraakt in een spiegelpaleis waarin artificiële beelden een verlokkelijk alternatief voor het origineel vormen. Om te geloven in fake is niet zozeer in als wat dat tweede natuur is geworden. Het leven, in de woorden van auteur Neil Gabler, is een film geworden. In dit geval een film getiteld Moon. Moon past in het genre harde science fiction. Dat wil zeggen een geloofwaardig verhaal gesitueerd in een min of meer herkenbare toekomst. Sterker, door de invloed van genreconventies zou deze film nauwelijks kunnen bestaan zonder de andere films binnen de kanon. Eerdere werken die hetzelfde verhaal, maar dan anders vertellen. Sam Rockwell speelt de rol van Sam Bell, de enige beheerder op een maanbasis, met slechts een computer, Gertie, als gezelschap. Dan verandert alles. Sam stuit op een bewusteloze man die verontrustend veel op hem lijkt. Wat is droom? Wat is werkelijkheid? Wat zijn de grenzen van lichaam en geest? Van individuele identiteit. Deze vragen staan ook centraal in Andrei Tarkovsky's verfilming uit 1972 van de roman Solaris van Stanislav Lem. Een prachtige, poëtische film die bij iedere keer kijken alleen maar beter wordt. Ook uitmuntend is Steven Soderbergh's remake uit begin jaren 90 met George Clooney in de hoofdrol. Soderbergh verruilt Tarkovsky's lyrische stijl voor een meer rationele overpeinzing over de werking van tijd en herinnering. Wie zich wil voorbereiden op Moon doet er dus goed aan deze films te bekijken en natuurlijk ook weer in Stanley Kubrick's 2001 A Space Odyssey tot zich te nemen. En dan Hal, de computer die gek wordt, te vergelijken met Gertie en Moon. Het thema is diep geworteld in de cultuur. Toby Litt, een van de sterren aan het Britse literaire firmament, heeft zich eveneens op dit genre gestort in zijn laatste roman, Journey into Space. Net als Moon de optelsom van soortgelijke werken in het subgenre is, zo is Sam het resultaat van alle andere gekloonde Sams. Nog voordat hij ontdekt dat hij niet uniek is, leeft Sam al in een staat van slapen en wakker zijn. Tegen Gertie zegt hij, maak mij wakker als het zover is. Maar ook, maak mij wakker als het einde er is, als het quitting time is, met andere woorden als ik dood ben. Want Sam heeft een probleem met het begrip levend. Om de verveling te verdrijven, kijkt hij naar oude televisieprogramma's en oude voetbalwedstrijden waarbij hij cynisch opmerkt, they're almost felt live. Emotie, gevoel en het woord live of alive, levend dus. Sam zoekt naarstig naar ondubbelzinnige betekenis, naar een waar gevoel en een bewustzijn dat lijkt op een authentieke beleving van hoe echt levend te kunnen zijn. Vindt hij dat aan het einde van de film? Kan hij zijn leven als non-being in de ruimte omzetten naar iets wat op een echt bestaan lijkt? Een waardevol bestaan? Het zijn vragen waar Sam mee worstelt. Maar die vragen zijn naadloos van toepassing op de kijker. Op de moderne mens.
In het huidige klimaat, waarin conformiteit een deugd lijkt te zijn en het leven steeds meer onwerkelijk aanvoelt, want steeds meer artificieel, steeds meer een film eigenlijk, raakt Sam's melancholie een zenuw. Zijn aftakeling, mentaal en fysiek, is angstwekkend om te zien en wonderschoon. We hebben het allemaal al eerder gezien, schrijft Thomas Pynchon in zijn postmodernistische roman Gravity's Rainbow. Maar nu is er niets waarmee we dit hier en nu kunnen vergelijken. Idem dito moe.